de klassieke film Frankenstein maakt dokter Victor Frankenstein een nieuwe mens van de onderdelen van overleden mensen. Hij stuurt zijn assistent Frits naar het universiteitsmuseum om daar een brein op sterk water te stelen. Frits brengt per ongeluk het brein van de crimineel mee terug. Dat maakt dat het monster van Frankenstein slecht is. De aanname die in deze film zit, is dat je je brein bent. We zouden dit de hypothese van Frankenstein kunnen noemen. Dat lijkt ook de aanname te zijn die achter de physicalistische theorieën zit. De identiteitstheorie, het connectionisme en het functionalisme zijn breincentrische theorieën. Breincentrische theorieën gaan voorbij aan de rol die het lichaam en de omgeving spelen als het gaat om waardoor mentale toestanden worden bepaald. Volgens sommige filosofen moeten we zien dat de geest belichaamd en gesitueerd is. We zijn geen breinen in vaten. We kunnen dat zien door voorbeelden te geven waar cognitie of ervaringen belichaamd en gesitueerd zijn. Dat cognitieve toestanden, zoals de concepten die we hebben, belichaamd zijn wil zeggen dat de cognitieve toestanden van een organisme bepaald of minstens sterk beïnvloed worden door het type lichaam dat het organisme heeft. Stel je voor dat een organisme perfect bolvormig is en ogen heeft aan alle kanten. Zou het dan concepten als voor en achter hebben? Dat is niet erg waarschijnlijk, want het organisme heeft geen voor- en geen achterkant. Hier zie je dus heel duidelijk dat concepten belichaamd zijn. Dat cognitieve toestanden gesitueerd zijn, wil zeggen dat de cognitieve toestanden van een organisme bepaald of minstens sterk beïnvloed worden door het type omgeving waarin het organisme leeft. Als mensen een hele grote flat willen bouwen, dan hebben we daar allerlei bouwplannen voor nodig om vooruit te kunnen bedenken hoe we dat aan gaan pakken. Termieten die een termietenheuvel maken, die relatief gezien de grootte van een enorme flat heeft, maken natuurlijk geen gebruik van zo'n bouwplan. Het idee is daar dat de omgeving feitelijk aangeeft wat ze moeten doen en dat de termietenheuvel ontstaat, zonder dat ze dat van tevoren bedacht hebben. Termieten maken die heuvels met modderballetjes die ze zelf maken met speeksel. In dat speeksel zitten chemische stofjes. Als een termiet zo'n modderballetje ergens heeft achtergelaten, dan bevat een deel van de omgeving dus die chemische stofjes. Als andere termieten dat stofje tegenkomen en zelf een modderbal bij zich hebben, dan zullen ze die op de andere modderbal leggen. Op die manier ontstaan kolommen en bogen en dat is de basisstructuur van de termietenheuvel. Je hoeft niet van tevoren het hele plan gemaakt te hebben om toch in staat te zijn om de heuvel te maken, als je maar een omgeving hebt met daarin de juiste signalen. Niet alleen cognitie is belichaamd en gesitueerd, ervaringen zijn dat ook. Dat ervaringen, zoals de ervaringen van blauw en groen, belichaamd zijn, wil zeggen dat de ervaringen van een organisme bepaald of minstens sterk beïnvloed worden door het type lichaam dat het organisme heeft. Een beetje tong-in-cheek voorbeeld is het volgende. In de Verenigde Staten is in 1990 de seriemoordenaar Arthur Shawcross veroordeeld. Met deze man was van alles mis. Een van de dingen die er met hem mis waren, was dat hij een verhoogd niveau had van cryptopyrrol, een stof die in de lever vrijkomt bij de afbraak van rode bloedcellen. Die stof heeft hetzelfde effect als LSD. LSD veroorzaakt bij de meeste mensen die dat gebruiken sterke visuele hallucinaties. Of dit het vreselijke gedrag van Shawcross mede veroorzaakte, is niet duidelijk. Waar het nu om gaat, is om de Frankenstein-hypothese. Wat als het monster van Frankenstein een normaal brein had gekregen, maar een lever als die van Shawcross? Was dat niet net zo bepalend geweest? Ook andere delen van het lichaam bepalen dus mee wat mensen ervaren. Dat ervaringen gesitueerd zijn wil zeggen dat de ervaringen van een organisme bepaald of minstens sterk beïnvloed worden door het type omgeving waarin het organisme leeft. Een voorbeeld dat dit laat zien betreft kleuren en kleurervaringen. Zoals de filosoof John Locke al beweerde, zijn kleuren secundaire eigenschappen. Eigenschappen die we aan de dingen toeschrijven, maar die ze niet onafhankelijk van ons hebben. Kleurervaringen bestaan natuurlijk wel. Die kleurervaringen zijn afhankelijk van de omgeving waarin men zit. Als we een vierkantje nemen, dat we ervaren als oranje, en we verplaatsen dat vierkantje naar een andere omgeving, dan verandert er aan dat vierkantje zelf natuurlijk niets. Maar als de omgeving andere eigenschappen heeft dan de omgeving waar het vierkantje uitkwam, kan je het als een andere kleur ervaren, bijvoorbeeld als bruin. Dit laat goed zien dat de omgeving de ervaring mede bepaalt. Vanuit een Darwinistisch perspectief is het idee dat mentale toestanden belichaamd en gesitueerd zijn helemaal niet zo vernieuwend, omdat iedereen die evolutionair denkt, weet dat organismen als geheel geëvolueerd zijn en zijn aangepast aan een natuurlijke omgeving. Dat weten natuurlijk ook alle verdedigers van de verschillende physicalistische theorieën, waardoor het belichaamd en gesitueerd zijn van de geest feitelijk alleen de explicitering is van wat al deze physicalisten natuurlijk al lang dachten. Het is dus geen kritiek die met een van deze theorieën afrekent.
Het is een uitbreiding van het fysicalisme in het algemeen.